wat zingeving voor mij persoonlijk betekent, is je zin ervaar je door de dingen die op je toekomen. Dat zit vaak in contact met mensen, in werk of in muziek, in geluksmomenten. Dat is eigenlijk de zin die je zonder meer kunt ervaren. En het andere is dat je aan gebeurtenissen je eigen levensverhaal construeert en daarin de zin betekenis verleent. En hoe je dat doet, heeft heel erg te maken met je eigen verhaal, met de context waarin je leeft, je religieuze opvattingen, je levensbeschouwelijke opvattingen. En dat is het verhaal wat je maakt. Dat is een actieve vorm. Waarom het zo belangrijk is dat er aandacht is voor zingeving in de zorg, is... we halen nu zingeving even als een los aspect, terwijl ik tegelijkertijd juist vind dat het zo'n integraal aspect van leven is. Het is iets wat we eigenlijk altijd doen. Maar zeker als je in de zorg, waar je kwetsbaar bent, en kwetsbaarheid roept andere vragen op. En dan is ruimte voor die vragen en voor het zoeken naar de antwoorden in ieders eigen levensverhaal van groot belang om te gaan met wat er op dat moment is. Als je daar onvoldoende aandacht aan besteedt aan zingeving, dan heb je onvoldoende in beeld wat er individueel in deze patiënt van belang is, wat er voor hem van waarde is. En kan het dus zijn dat je voorbij gaat in je behandeling aan wat goed zou zijn voor deze patiënt. Wat naar mijn gevoel op korte termijn zou moeten veranderen om daar meer aandacht voor te geven, is dat we de aandacht die we nu heel erg hebben gefocust op protocollen en op efficiëntie en op zo snel mogelijk, zo goed mogelijk, om die aandacht te verleggen naar vooral zo goed mogelijk en naar meer tijd en ruimte individueel voor patiënten. Uiteindelijk denk ik leveren dat heel veel meer op. En het liefst zou ik dus dat elke anamnese van een patiënt begint met de vraag van wat is voor u van belang in de komende maanden, jaren van uw bestaan.